quattro, jongens, dat is het sleutelwoord van de Audi A1 die jullie nu door je beeld zien razen. Dit is de Audi S1 en die heeft vierwielaandrijving, want ze hebben er wat meer pk'tjes in gepropt. En ja, waarom? Ik denk omdat het kan, want ja, ja, je hebt nooit genoeg pk's. En dat vonden de mensen bij Audi schijnbaar ook. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben de 2 liter TFSI die we kennen uit bijvoorbeeld de Golf R, om er even wat te noemen, hebben ze voor in dit kleine Audi A1'tje gepropt. En ja, dan levert die 231 pk en dan heb je dus ineens gewoon heel veel power op de voorwielen. En toen dachten ze, ja, dat is misschien niet handig, dus dan doen we ook een klein beetje naar de achterwielen en dan rijdt dat allemaal wat prettiger. Wat ik al zei, dat blok, dat kennen we van de Golf R, maar het is niet helemaal hetzelfde, want omdat er ook nog airconditioning in deze Audi A1 moest passen, bleek dat ze 12 mm tekort kwamen om dezelfde turbo op het blok te schroeven. Dus ze hebben een iets kleiner turbootje erop geschroefd, maar nog steeds meer dan krachtig genoeg, want 231 pk, 370 Nm koppel, dat gaat echt als een malle. Om precies te zijn, in 5,8 seconden naar de 100 en met de Sportback die wij bij ons hebben in 5,9 seconden naar de 100. Oké, klein verschil. En een topsnelheid van 250 km per uur begrensd. Begrensd. En met die vierwielaandrijving, ik moet zeggen, we zijn nu in Zweden, veel van dat witte spul en zo op de weg, dus dan wordt het wel eens glad. En er zitten bevroren ijslaagjes onder, waardoor het soms nog gladder wordt. En dan is het wel lekker dat je die 2 extra aangedreven wielen hebt. In principe is deze auto natuurlijk gewoon voorwiel aangedreven. En pas op het moment dat de voorwielen grip verliezen, dan gaat hij ook vermogen naar de achterwielen sturen. En ja, goed, als je dat een beetje leuk weet te combineren, dan kan je lekker dwars gaan. Maar in de basis is het gewoon wel onderstuur wat je krijgt, hoor. Dat is allemaal gewoon veilig voor de consument en zo. En dat moet ook. Verder rijdt het op zich wel lekker. Er zit een handgeschakelde zesbak in en dat is standaard ook. Je kan geen S-tronic krijgen op dit moment. En ja, dat past ook wel goed bij het autootje, weet je. Je gaat er lekker mee roeren en gewoon lekker, ja, lekker fel blok is het. En het geluidje is ook goed. Audi S1 moet je natuurlijk wel een beetje kunnen herkennen. Hè? Dus ja, wat hebben ze gedaan? Ten eerste, ze hebben er een fantastische kleur op gespoten. Het heet Viper Grün en ik vind het affengeil. Wat een lekker kleurtje. Ik zeg gewoon allemaal deze kleur bestellen. Maar daarnaast hebben we een spoilertje, diffusertje, aan de voorkant wat scherpere koplampen met rode accentjes erin. En dan kan je zeggen, ja, dat lijkt op de Golf GTI, maar who cares? Het ziet er gewoon leuk uit. En van binnen, dikke kuipstoelen, ze zijn in dit geval hoogglas zwart. En er staat quattro achterop. En er staat eigenlijk overal quattro achterop, hoor. Want dat kan je overal terugvinden. Dashboard, voorkant, achterkant, zijkant, onderkant. Ik denk als je deze auto op zijn dak weet te leggen, dan vind je ook nog 16 quattro logootjes. Gewoon om je eraan te herinneren dat je in een Audi S1 onderweg bent. Ja, en ik zeg S1 met een beetje nadruk, want daar komen we wel bij een van de probleempjes van deze auto. Want zoals jullie weten, een paar jaar terug hadden we de gelimiteerde editie van de Audi A1, de Audi A1 Quattro. Dat was ook met vierwielaandrijving en dat was dan met 251 pk, zeg ik even uit mijn hoofd. En die mocht toen geen S1 heten, werd nog gezegd. Want ja, dat kan niet, want dat is die legendarische rallyauto. En ja, dat is toch wel een beetje moeilijk om die type aanduiding dan op zo'n klein, ja, stadsautootje te plakken. Ook al zitten er dan meer pk's in. Ze hebben het wel gedaan. En ja, dat pakken ze dan met marketing ook meteen aan, want ja, er staat er ook eentje hier en ik mag lekker meerijden. Dan komen we bij het volgende punt, de prijs. Deze auto begint bij 38.000 en nog wat euro's. En als je de Sportback wil zoals deze, dan is het 39.000 en nog wat euro's. Dus als je één optie aanvinkt bij Audi, zeg maar in de vorm van een navigatiesysteem of zo, ja, dan klap je gewoon keihard door die 40.000 euro heen. En ja, weet je, dan heb je wel gewoon een auto onder je kont. Met alle respect, het is gewoon een luxe polo. Met vierwielaandrijving en 231 pk, weet ik wel. Maar toch, het is gewoon een luxe polo. En dan is het wel heel veel centen. Aan de andere kant, waar vergelijk je het mee? Ja, met niks. Want er is niet iets zoals dit. Niet zo'n kleine vierwiel aangedreven
sportwagen, zeg maar. Dus ja, ze kunnen hun eigen prijs bepalen, want ze hebben hun eigen niche gevonden. Als je gewoon echt een Audi-fan bent en je wil dan toch, hè, voor jezelf een beetje kunnen verantwoorden van ja, van naar vroeger, de S1, dat was echt zo'n vette rallybak en nu hebben ze dan iets gemaakt. Ja, ter nagedachtenis daaraan eigenlijk. Als je het zo aan jezelf kan uitleggen, dan kan je gewoon voor 40.000 euro, veel geld, maar dan kan je gewoon iets heel erg leuks voor jezelf kopen.